Vicepresident Ashwin Adhin neemt namens president Desiree Bouterse deel aan de 31ste tussentijdse vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. Deze vergadering wordt op 18 en 19 februari in Bridgetown, Barbados gehouden en staat onder voorzitterschap van premier Mia Motley. De aanwezigen zullen zich onder meer buigen over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de CARICOM Single Market and Economy, CSME. Maar ook actuele geopolitieke aangelegenheden komen aan de orde, als ook een regionale benadering voor wat betreft het COVID-19-virus en een digitale strategie voor CARICOM. Suriname zal tijdens de vergadering rapportage doen over de verschillende bilaterale samenwerkingen op de gebieden van landbouw, veeteelt en visserij, als ook een mogelijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de regio. Minister Ildis Polak-Bigli van Buitenlandse Zaken maakt ook deel uit van de Surinaamse delegatie.